Hey Kanjus, ik ga vandaag beginnen met de rekenles. We gaan maken rekenplein bladzijde 32 en 33. Vind je dit twee moeilijke bladzijden, dan doe je je boekje dicht, draai hem om en maak je twee bladzijden van de conditietraining. Wil je het wel proberen, leg ik de sommen nu uit. De vraag, wat hoort bij elkaar? Trek een lijn. Ik zie hier vier plaatjes en overal liggen 9 voorwerpen. Ik wil dat jij het juiste splitstabel gaat zoeken. Trek een lijntje. Nou, ergens ligt 9. Oké, dat kunnen ze dus allemaal nog zijn. In een doosje zitten er 6 en daarnaast liggen er 3. Jij gaat op zoek naar het juiste plaatje en je trekt een lijntje. De som ernaast. Ik wil dat je deze tekening in gaat kleuren. Je hebt 4 kleurtjes nodig. Als een uitkomst samen 7 is, dan kleuren we hem blauw. Is het samen 9, wordt het roze. Samen 8 wordt het geel. En samen 10 krijgen we een grijs kleurtje. 9 erbij 1. Ik weet dat dat 10 is. Dus dat hokje krijgt een grijs kleurtje. Netjes inkleuren binnen de lijntjes. En dat mag je dan ook met de rest van de sommen doen. Onderaan de bladzijde. Van kort naar lang. Hoe lang duurt het opeten? Zet van kort naar lang. Schrijf er 1, 2, 3 of 4 bij. Ik wil dat je hier cijfertjes in gaat vullen. Iets wat heel kort duurt, daar schrijf je het cijfertje 1. Iets wat heel erg lang duurt voordat je het hebt opgegeten, daar komt dus nummertje 4. Ik wil dat je deze gerechtjes dus in de juiste volgorde zet. Wat heb je heel snel opgegeten en wat duurt heel erg lang? Dat mag je ook met deze 4 plaatjes doen. Hoe lang duurt het? Nou, wat is dan het kortst? Als je in bad gaat, je tanden poetst, je neus snuit of gaat slapen 's nachts. Nou, iets wat heel kort duurt, daar schrijf je het cijfertje 1 bij. En iets wat heel erg lang duurt, daar komt het cijfertje 4. Ik wil dat je die plaatjes in de goede volgorde zet. Op de volgende bladzijde gaan we klokken invullen, want dit is een tijdmachine. Teken de wijzers steeds later en steeds vroeger. Nou, hier komt er steeds wat bij, want het is een erbij teken. Ik wil dat je een klok invult, een heel uur. Dus de grote wijzer komt naar de 12. En jij kiest zelf een cijfertje uit hoe laat het is op jouw klok. Op de volgende klok gaan we door de tijdmachine heen en wil ik dat je deze klok in je hoofd neemt, maar dat je hem dan een uur later tekent. Wat je dan hier hebt getekend, gaat weer door de tijdmachine heen 2 uur later. Ik wil dat je dat tekent. Dat mag je dan zometeen ook met de rest van de tijdmachine doen. Vul in. Ik heb hier een hele grote machine en dat is eigenlijk een splitspaal. We gaan het cijfertje 10 splitsen. Als ik er aan de ene kant 9 heb, dan heb ik er aan de andere kant 1. Waarom? 9 en 1 is samen 10. Ik wil dat je de rest ook invult. Mag je ook doen met het cijfertje 11. Ik wil dat je de splitsingen erbij gaat bedenken. Heb je dat gedaan? Ben je helemaal klaar? Mag je je boekje weer dicht doen? En vind je de instructie van taal in een nieuw filmpje? Goed gedaan, Kanjus. Zet hem op.